What's up dudes, welkom bij weer een nieuwe video van mij. Eindelijk weer een Far Cry 3 video. Dit is part 22, we zijn bij part 22 aangekomen. Dit is gewoon de plek waar we de vorige keer eindigden. Bij, voor de mensen die dit hebben gekeken, een vage dude die denkt dat zijn chickie of vriendin of dochter, what the fuck was het ook weer, is vermoord door aliens. Ja. Er waren aliens en er was een of ander super ruimteschip of zo dat zijn dochter heeft ontvoerd. Maar goed, dat was dus een side mission. En die heeft hij ons gegeven. En wij gaan er nu gewoon naartoe vliegen met de Delta vliegen. Dus part 22 jongens. Tijdje geen Far Cry geüpload wegens gewoon ja drukte. Echt, het was gewoon drukte. Het was kerst. Oud en nieuw is het. Dus waarschijnlijk staat deze video echt online op oud en nieuw. Ik hoop dat jullie hem dus checken. En niet alleen maar bezig zijn met vuurwerk. Nee, dat jullie ook gewoon YouTube checken. En zo niet, dan checken jullie hem de volgende dag gewoon. Want ik ben zelf ook vuurwerk aan het afsteken. Dus... sorry voor mijn vertraging met mijn Far Cry 3 serie en mijn Assassin's Creed 3 serie, maar dit heeft allemaal te maken met kerst en het nieuwjaar. En dat komt dus snel wel weer goed. En jeejo, we vliegen gewoon eventjes onze coole baan met de Delta vlieger. Langs de mooie boompjes. Kijk eens wat een parcours hier. En we moeten zien te landen bij dit stuk, dus dat is wel erg stijl. Hoe gaan we dit doen? Oké, nog een bocht dan maar en dan landen we gewoon keihard daar op die weg. Zo, ja. Oh, dead landing. Kijk, we hebben zo'n ding in onze hand. En dit lijkt dus ongelooflijk veel op Far Cry 2. Voor de mensen die Far Cry 2 hebben gespeeld, hiermee vond je zeg maar die collectibles in Far Cry 2. Dus, wat chill is dat ze ook echt exact hetzelfde geluid hebben gebruikt. En het is een soort van alarmpiepje. En zoals jullie zien knippert een oranje lichtje in dat soort van antenne dingetje van het kastje wat ik in mijn hand heb. En dat blijft zeg maar, het knippert nu, maar het blijft stilstaan. Dus het blijft aanstaan wanneer je precies recht erop gericht bent. En dat is dus dit ding. Zoals jullie zien knippert die nu steeds harder en nu staat het lampje stil omdat ik nu heel erg in de buurt ben. Maar wat we dus moeten doen is we moeten foto's maken van de barcodes. En... oh, fucking hell, dat was een granaat. Fuck. Dat ging net goed. Dat was het verkeerde knopje. Oepsie. De piepjes van je van de afstand staan, hoe sneller het piepje des te dichterbij bent. Oké. Nou, wat er dus gebeurt is dat het bijna hetzelfde knopje is. Om je camera weg te doen en ik wilde inzoomen. En als je dan inzoomt, dan druk je met R2 maak je foto's. Dus het is zeg maar je schietknopje. Oftewel, je granaatgooiknopje. Dus ik drukte per ongeluk op R2 terwijl mijn camera al weg was en toen gooide ik een granaat. Maar goed, we moeten dus nu het tweede pakje vinden. En ik hoor het geluidje. Ik volg het lampje. Maar er zijn niet zoveel pakketjes dat ik alles even check. En what the fuck? Holy shit, een beer? Oh fuck, ook een slang? Jezus. Laten we die beer eventjes doodschieten. Oké, hij vindt mij heel lief, die beer. Zo lief dat hij naar me toe komt rennen. Maar hij is gelukkig dood. Oké, ik hoor nog steeds dat piepje. Piep, 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 piep. Fucking irritant piepje. Want er zijn hier zo fucking veel... holy shit, check die slang hier glitchen dan. Er was gewoon eventjes een slang aan het rond gaan over dat, over die kapotte auto. Het is wel echt vet dat die wereld zo leeft, jongen. Er staat hier gewoon een beer bij een meertje. Er lopen slangen rond hier. Maar waar de fuck is dat pakketje? Ik hoor hem wel steeds dichterbij als ik hier ben. Maar waar? Kijk maar, op mijn radar, zeg maar, dat minimapje zie je ook dat ik in dit blauwe gebied moet zoeken. Deze gast zal het niet bij zich hebben, dus we zoeken nog steeds verder. Oh, kijk eens even, het is hier. Ik stond er dus al de hele tijd heel dichtbij. Het zit gewoon hier in die boom. Nou, dan maak ik er eventjes een foto van. Zo, fotootje van gemaakt. En we hebben 2 van de 5. Godsam, het gaat niet erg snel, maar het is ook echt een rotmissie, want ik moet al die pakketjes vinden. Maar trouwens, what the fuck heeft dit te maken met aliens? Is het nou serieus weer een slang? Holy shit, dat was weer een slang. Ik dacht serieus nu gewoon dat het, hoe heet het was? Dat het gras was.
Groene slang en groene plantjes. Geen geweldige combi, jongens. Geen geweldige combi. Oké, ik gok zo dat de ding nu fucking hard aan het trippen is. En dat het ook... Oh, kijk eens jongens. Dutchie stuurt een bericht en die zegt tegen jullie dat jullie moeten abonneren. Dus luister naar Dutchie en abonneer op mij. Ja, bam. Nee, maar dat is wel chill. Dat mensen gewoon berichten sturen om zeg maar jullie te laten weten. Dat jullie niet moeten vergeten om te abonneren. Hoe cool is dat? Haha, dat is super. What the fuck ligt dat hert te doen? Dat hert lag serieus rugkral te doen. Gewoon zwemdiploma aan het halen. Maar goed, het zit in deze container. En hoe gaat deze container open? Ik vind nu volgens mij wel deze aanwijzing. Dit slot moet eraf. En dat gaan wij doen met een pistool. Oké, we pakken eventjes onze gun. Zo, en kijk. Nou kunnen we naar binnen. Als het lukt. Het is wel echt een rotplek hoor. Ik stoot de hele tijd mijn kop als ik omhoog ga. What the fuck zit er hun te doen? Er is hier gewoon een hele krabbenparty. Kijk, ze is Jens met z'n allen. Oh, bewaak jij het pakje? Nou, nu ben je dood. En dat is barcode 3. Bam. Controlepunt bereikt. What the fuck, serieus? Wat waren die krabben aan het doen? Het was echt zo alsof ze hun dachten van... Dit is mijn pakje, jij mag hem niet hebben. Maar dan moet je geen krab... als bewaker gebruiken, terwijl ik gewoon een gun heb. Oké, hier zijn nog meer beesten. En planten en pakketjes en alles. Oké, jongens, we moeten dus over... Oh, fuck, ik moet er even omheen. We moeten over deze rots heen. Eerst pakken we even dit geld op. En dit geld. En... Holy fuck! Met dat ik spring zie ik hem gewoon en die bitch ligt gewoon te wachten. Wat is het ook een kutmeertje. Je verwacht het gewoon en dan komt het niet en dan wanneer je het niet meer verwacht komt het. Godverdomme krokodil, laat maar gewoon het pakketje zoeken. Ik had helemaal niet eens door het water gehoeven zie ik nu. Oké, barcode 4. Laten we eindelijk klaar zijn met deze barcode na dit kutpakje, want ik word echt gek gewoon. Dit ziet er trouwens... echt uit als een rotplek. Dit leidt naar een waterval. Dus ik hoop niet dat die echt op een rotplek ligt, want dan ga ik weer glitchen. Dan snap ik er helemaal niks meer van. Ik wil zo snel mogelijk het pakketje zoeken, zodat we klaar zijn met deze missie, want ik vind hem echt pittig irritant. Het is heel leuk verzonnen, maar echt die beesten, jongen. Slangen, wat hebben we gehad? Slangen. Krabben, badass krabben die ons gewoon aanvielen. Daar ligt trouwens gewoon een slang, ook weer te waken. En daar ligt een lijk. Geen goed teken. En in dit gebied moeten we zoeken, maar hier ligt niks. Laten we dan maar gewoon even springen. Zo, bam. Doen we even hoor. Oké. We liggen nu in het water, maar nu zie ik helemaal niks meer omdat het godverdomme nacht is. De vogel zit gewoon... Zat jij nou aan zijn ballen, vieze vogel? Echt, wat een beest hier. Oké, gigantische waterval, nacht, veel beesten. Wat een pech hebben we deze part, zeg. Ja, laten we eerst checken of het niet gewoon hier ligt. Want dit is allemaal nog steeds binnen de zone, als jullie mijn minimapje in de gaten houden. Allemaal binnen de zone. Maar ik zie hier helemaal niks. Oh, Jezus, waar is het toch? Het zegt zeg maar dat het in het midden is, op de hoogte van precies het midden van de waterval. Maar hoe de fuck komen we daar? Ik ren wel weer eerst omhoog, misschien omdat het nu daglicht wordt. Daglicht wordt juist, omdat het nu dag wordt en we daglicht hebben. Dat het iets duidelijker is. Let op, ik verlaat de doelstelling. Rustig aan, ik ga al terug. Komt er trouwens echt een eng muziekje gewoon. Hebben jullie ooit Condemned 2 gespeeld? In Condemned 2 moest je van die collectibles verzamelen, zeg maar. En het waren een soort van stoorzenders die aan de muur hingen. En als je daar heel dichtbij stond, dan werd je hele beeld wazig en kwam er een soort radioactieve straling uit ofzo. Maar dat was echt exact hetzelfde geluid gewoon. Als je hier je missiegebied verlaat, hoor je een soort muziekje. En dat hoorde je ook altijd als je in die soort van straling stond in Condemned 2. Maar goed, genoeg over Condemned 2. We zijn nog steeds op zoek naar het pakketje. En voor de mensen die niet wisten wat Condemned 2 was, gewoon een horror shooter, first person survival shooter. En of tenminste een shooter, er zitten guns in, maar dat is eigenlijk gewoon het genre horror, klaar.
Maar fucking hell, ik heb nog steeds het pakketje niet. Waar kan die liggen? Het is nu daglicht. En mijn lampje geeft aan dat hij hier gewoon precies is. Hier precies, recht voor me. Maar hij is hier niet. What the hell? Nou, we springen nu al gewoon vanaf deze kant dan. Oké, ik neem echt gevaarlijke routes. Volgens mij maak ik het zelf veel moeilijker dan dat het is gewoon. Volgens mij hoort het juist gewoon super makkelijk te zijn en maak ik het allemaal echt veel moeilijker dan dat het werkelijk is. Oké. Oh, wacht eens even. Wacht, laten we eerst gewoon eventjes naar deze slang toe gaan. Knife. Godver. Oké, mensen uit mijn klas die deze parts verkeken, die dachten echt, wow, je hebt echt geweldige techniek. Je loopt gewoon op slangen af, zodat ze je bijt en dan pas knife je ze. Nou, wat ik dus steeds probeer, is ze gewoon te knifen. En dat ze dan, voordat ze mij kunnen bijten, dat ik ze knife. Maar dat lukt niet helemaal, want mijn knife is niet lang genoeg of mijn arm is niet lang genoeg. Maar goed, ik word dus altijd gebeten. En ik wil geen ammo verspillen aan fucking slangen. Vandaar dat het er altijd zo lomp uitziet. Maar goed, we maken deze sprong. Een sprong die net kaart faalde. En volgens mij zitten we nu eindelijk op het goede spoor. Zo, hehe. En, waar is hij? Hehe, fucking hell. Hier hebben we lang naar gezocht. Volgens Dutchie moeten jullie weer abonneren, stond er in beeld. En hehe, we hebben de vrachtdumper sidequest voltooid. En we hebben daar $500 voor gekregen. En we klimmen hier dit stukje nog omhoog. En hier ligt weer een slang. Kijk, let op, ik ga hem weer proberen te knifen. Oké. Hij pakte serieus. Ik drukte gewoon op mijn knife knopje en hij pakt gewoon mijn gun. Dus toen schoot ik hem aan. Maar goed. Sidequest voltooid. Klaar met de pakketjes. We gaan nu het volgende doen. En dat is denk ik als allereerste deze gast fouilleren. Want ik ben benieuwd wat hij bij zich heeft. Dus ik ga eerst eventjes mijn rugzak legen. Want wie weet ligt die gast hier niet voor niks. En heeft hij gewoon speciale items bij zich. En wat de fuck is mijn startmenu aan het doen? Is die kaart aan het glitchen? Ik probeer gewoon naar beneden te drukken en dan gaat hij automatisch meteen weer omhoog. Kijk het naar glitchen. Hehe, rugzak. Oké, wat gooien we eruit? We flikkeren gewoon alles eruit wat ik als laatste heb meegenomen. Ik gebruik dit toch nooit. En als jullie denken van, wat, hij gooit allemaal speciale shit weg. Nou, jammer dan, ik verkoop het toch nooit. Ik verkoop het echt zelden. En dan ben ik toevallig bij een winkel in de buurt en klik ik toevallig op het goede knopje. En zoals jullie zien, hebben we die gast helemaal voor niks gefouilleerd. Want het enige wat hij bij hem had, was een mooie zeeschelp. En ik had ook niet anders verwacht, want die gast ligt gewoon als een loner naast een rivier. Helemaal geen ene moer te doen. Dus waarom zou hij goud bij zich hebben ofzo? Een mooie zeeschelp past wel bij deze loner langs de rivier. Maar wat wij dus gaan doen is... Eventjes denken, wat is deze? En nou, dit is allemaal nog dicht en genoeg outposts te clearen. Dus nog genoeg te doen in volgende parts, jongens. Maar wat gaan wij nu doen? Ik zit eventjes de hele map te bekijken. En geen main mission gaan we doen. Dus we gaan geen storyline shit doen. We gaan gewoon eventjes weer sidequests doen. Want ik weet dat jullie dat heel erg tof vinden. En vorige part werd ook echt heel erg goed opgevangen door jullie kijkers. Hij werd echt zo erg gewaardeerd. Ik heb daar nu fucking 80 likes voor. Een video met 80 likes. Wauw. Echt dankjewel daarvoor. En dat is dus wat we nu eventjes gaan vervolgen. Sidequest. En we hebben er nu dus net al één gedaan van die pakketjes. Het was een beetje een rotmissie zoals jullie zagen. Hier doen we even Jackass. Glij van een rots, waarom ook niet. Als je kan glijden, waarom zou je dan springen, hè? Maar zoals jullie zien zitten we nog steeds in het rotte meertjes / riviertjes gebied. Maar dan gaan we even overheen en we gaan gewoon richting de marker toe rennen waar jullie in beeld zien. Dat vierkantje, dat witte vierkantje. Dat is het plekje wat ik net heb gemarkeerd en ik hoop eigenlijk zo snel mogelijk een auto te vinden. En wat zie ik hier allemaal? Oh, fucking hell. Een hertjensparty. Er zijn wel veel parties hier. We hebben al een krabbenparty gehad. We hebben nu een hertjensparty. En wie weet zijn ze allemaal gekke orgies aan het doen. Die beesten zitten altijd in één kluitje in elkaar te glitchen. Dus vandaar dat ik het parties of orgies noem. Maar goed, we gaan geen gesprekstof over de dieren starten. Nee, we gaan ons bezighouden met de epische route richting de markering. En wauw, hier zie ik toch wel een prachtig weggetje dat omhoog loopt.
Oh, ik heb hier echt een auto nodig gewoon. En wowie, powie, what the fuck, waar zijn we nou weer aangekomen? Dit is dus met Far Cry. We zijn nu op zoek naar die markering, die plek die ik net heb gemarkeerd. En kijk wat we tegenkomen, een of andere oude boeddhistische Rakya-tempel. Lol, dat is gewoon echt een opsomming. Een boeddhistische Rakya-tunnel. Is Rakyat, is dat nou gewoon een stam? Of is het ook echt een geloof? Want anders klopt boeddhistische Rakyat klopt niet. Maar stel, het is geen geloof. Boeddhistische Rakyat wel kloppen. Maar goed, we hebben eventjes deze muur kapot gemaakt met onze granaat. En gaan hier nu naar binnen. En dit ziet er best secret uit. Want het was ook echt afgesloten van de buitenwereld met een muur. En hoor eens. Wat een stilte. Wauw. Ik vertrouw dit voor geen meter. Dankjewel voor die aanwijzing steeds. Praat met de Rakyat-leider. Rustig, we zitten in een grot, Far Cry. Rustig. Oké, wat kan ik hier vinden? Ik kijk gewoon heel erg goed, want wie weet sla ik items over, net zoals de vorige keer. Oké, I don't like that music, man. Altijd komen er muziekjes wanneer er iets spannends komt, dus... Is dit een goed teken? Waar zijn we? Het is echt super oud allemaal. Oké, nou ja, we zien op onze minimap sowieso deze reliquie. Oké, nice. We hebben wat munitie opgepakt van onze machine gun. En we hebben de hidden reliquie gevonden van deze tempel. Jeeje. We hebben er nu 8 van de 120. Oké. Yes. Sir, yes sir. Oké. Hier is waarschijnlijk niks meer. Nee, er staat ook niks meer op mijn minimap. Dus we gaan maar gewoon niet meer naar buiten. Maar ik heb hier altijd zo'n naar gevoel bij gewoon. Ik vertrouw die grotten gewoon voor geen meter. En waarom? Ik weet het niet. Misschien is het gewoon ervaring of herinneringen uit andere games waarin het donker is en in we grotten lopen. Maar ik vertrouw dit soort plekken nooit. Misschien is het een beetje Uncharted-achtig. Want in Uncharted ziet alles er altijd heel vredig uit en heel erg mooi. Oh, mooi zonnetje, mooie grot. Loop je naar binnen, lopen er 8 meter grote spinnen of zo. Of vage gemuteerde dudes die de schat moeten bewaken. Dat soort dingen zitten er altijd in mijn hoofd. En ik weet gewoon niet wat je kan verwachten van deze Far Cry game. Want ik weet niet of jullie het weten, maar Far Cry 1 eindigde fucking raar. Voor de mensen die Far Cry 1 hebben gespeeld, er zaten fucking aliens in die game. Aliens! En aangezien we net een of andere pakketjesmissie hebben gedaan bij een man die dacht dat aliens bestonden, vertrouw ik het allemaal voor geen meter. En wie weet zitten er ook wel aliens in de game. Maar goed, helaas falen we deze sprong. Dat is dus de reden waarom ik echt helemaal niets snap van grotten en het ook totaal niet vertrouw. Goed, we gaan dus weer eventjes verder rennen en we vervolgen onze epische missie waar we deze Delta vlieger vinden en ons kunnen... bewegen richting de markering. Ik zie hier heel veel kampen en rook en zo, maar ik ga er gewoon niet heen. We konden trouwens die Delta vlieger pakken die achter ons stond, maar ik zie deze in de verte en heb liever deze. Dit is dus de plek waar we net vandaan kwamen. Een hele diepe kuil zoals jullie zien, het is een kuil waar je niet in wil vallen. Dus doen we dat ook niet en we rennen keihard door, pakken deze Delta vliegen en vliegen gewoon richting de markering. En ik hoop dat we wind hebben, want ik weet niet of jullie het hebben gemerkt, mensen met Far Cry, maar je kan soms in een windstil gebied komen. En dat is niet bepaald fijn als je op 30 meter hoogte vliegt. Nee, zeker niet, dat is niet fijn. We gaan eventjes recht over deze outpost heen vliegen om te checken of hier misschien iets is. Nope, alleen rook en outpost en we gaan recht door de rook heen, zodat Jason lekker... volle neus kankerverwekkende stoffen in kan ademen. Yes, en wowie, pauwie, wat vinden we hier nou weer? Er zijn zoveel dingen die we nog gewoon kunnen discoveren. Het is zo vet, ik zie zoveel dingen die we deze part kunnen gaan doen. Of tenminste deze part, deze serie bedoel ik. Want er zijn nog zoveel parts die je kan vullen met Far Cry gameplay. Er is nog zo fucking veel te doen in deze wereld. En daar heb ik ook echt zin in gewoon. Dus ik hoop dat jullie dat ook hebben en dat jullie er ook naar vooruit kijken. We laten eventjes de Delta vliegen los, want ik had geen zin om nice te landen als we gewoon in het water kunnen vallen. En wat vinden we hier? Dit is dat vissersdorpje wat ik ooit heb gezien uit dat beeld van de Signal Tower, zeg maar. Weet wel, als je een Signal Tower unlockt, dan krijg je 3 van die beelden van... oh wow, nieuw hutje. Oh wow, nieuwe locatie daar. En daar stond dit hutje een keer bij.
wat de hel hoor ik op de achtergrond? Er is gewoon een hele burgeroorlog gaande, maar hallo, dat willen wij niet zien. We willen deze sidequest doen. Hallo, meneer? Oh, sorry, hij was aan het schrikken omdat er werd geschoten. We wachten even tot deze man is gestopt met schrikken. Ondertussen checken we even of hier nog enige loot staat, enige schatkisten of zo. Oh, wacht even, we kunnen ook gewoon naar binnen. Hey, you! Oh, naar binnen moesten we, lol. Laten we even luisteren naar deze gast. You have a gun? You know how to use it? Around here, is that even a question? I guess. Can you help us? The dogs in this part of the island are feral. Travel in packs. One of them's been acting really strange. Look, a few years back, my dog got infected with rabies. It was biting things, anything, breaking its teeth, foaming, barking, acting really crazy. You think one of the dogs has rabies? Yeah, I saw her yesterday. My dog had that same look. Show me where to find her. Thank you, but be careful. She's the leader of the pack. The other dogs are avoiding her, but her pack will be nearby. Oké, wat de fuck verwacht hij nou van ons? Hij heeft een hond, die werd ooit hondsdol en brak zijn tanden toen hij ging bijten en hij was schuimbekkend aan het glitchen. En nu is die hond dus weggelopen, heeft andere honden gevonden, is vervolgens leider van een roedel geworden en die roedel wil hij dat wij vermoorden? Is dat wat wij moeten doen? Er is in ieder geval een markering aangegeven, dus laten we maar eventjes gewoon checken met onze Epic camera wat hier te vinden valt. En holy shit, dit zijn veel honden, ja. Fucking hell. Dit is pas een hondenorgie. Jezus, hoeveel zijn het er wel niet? Oké, één van hun moet dus dood. Maar wat nou als we ze allemaal vermoorden? Jezus, daar is er ook nog één. Wat nou als we ze gewoon allemaal vermoorden? Dit zijn er echt fucking veel. Weet je wat wij gaan doen? Ik heb, badam, een bazooka bij me. Dus wat doen wij? Bam! Holy shit! Holy shit! Wauw! Best uitgedachte missie ooit. What the fuck? Oké, dat was makkelijk. Veel honden. Maar wat doet Denzel? Kablam! Bazooka en de honden zijn weg. Dat was makkelijker dan gedacht. Lol. Oké, laten we maar weer naar binnen gaan en kijken wat Matty te vertellen heeft. Misschien is het wel me Matty of me Batty. Oh shit, ik ben een rapper. Oh, laten we even luisteren naar deze boy met zijn mooie hoed. Thanks. Nobody likes killing dogs. But in this case, it's them or us. Did they bite you or scratch you? No, but if I start foaming at the mouth, kill me quickly. I'll go buy a shotgun. Oh, Jason. Oh. What's so funny? I'm gonna take off now. Bye. Oh, oké. Jason maakt rare vrienden op dit eiland, echt serieus. Maar, wat we dus gaan doen is, we gaan naar deze hallo? Kan je nou wel schreeuwen? Net vond je de grond zo mooi. Net was hij aan het schrikken, jongens. Maar, hij wil een minigame met me doen, maar ik weet niet wat de fuck ik moet doen, dus ik oefen wel eerst. We spelen dus niet voor geld, maar het lijkt, als ik linksboven bekijk, op kleiduif schieten. Oh, holy shit, dat moet ik ook echt. Oh, Uno. Oh shit, het gaat goed, jongens. Oké. 1. Twee. Holy shit. Oh, wow, wow. Bam. Yeah. Bam. Doet hij even hoor, die boy. Volgende golf ook echt. Ik heb er al 6 van de 16. Wat een leuke minigame trouwens. Dit kunnen we binnenkort wel voor geld gaan doen. Zoals jullie zien ben ik er aardig goed in. Dus dit kunnen we echt voor geld gaan doen binnenkort. Bam. Oh, fuck. Nou ga ik missen. Oh, nice. That's it. Nice. Oeh, nog maar 4 jongens. Dit gaat echt goed. Misschien moet ik mijn beroep maar veranderen in meneer Vogelneerschieter ofzo. Yeah. Oké, dit is. Nice! Ik kan dit dus makkelijk voor geld gaan spelen, serieus. Oké, uitdaging voltooid. Wil je opnieuw beginnen aan deze uitdaging? Nee. Dat klopt, meneer met je rode pet.
Nou jongens, dit was part 22. Jee, eindelijk weer een video. Zoals ik al zei aan het begin van de video, ik upload deze waarschijnlijk op oud en nieuw. Dus op oudjaarsdag. Ik hoop dat jullie hem awesome vinden wanneer jullie hem ook kijken. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken als je hem vet vond. En vergeet vooral niet te abonneren als jullie nieuw zijn. Dankjewel voor het kijken en tot een nieuwe video van alles wat ik maak. Later dudes.